bevinden ons hier op de terreinen van het ESV Euridis. En hier op een diepte van 225 meter bevindt zich het ondergrondslaboratorium Hades. Ingenieurs en onderzoekers bestuderen hier de geologische berging van hoogradioactief afval in diepe kleilagen. Het eerste deel van Hades werd tijdens de jaren 80 manueel gebouwd. Eind jaren 90 startte de uitbreiding van het ondergrondse laboratorium. Om te beginnen werd een tweede toegangsschacht gebouwd. In 2002 werd in 6 weken tijd een 80 meter lange verbindingsgalerij gebouwd tussen de tweede schacht en het reeds bestaande gedeelte van Hades. Dat gebeurde met een industriële machine voor het bouwen van tunnels. In 2007 werd de Praklegalerij gebouwd die loodrecht aansluit op deze verbindingsgalerij. Waar beide galerijen elkaar kruisen, werd een metalen versteviging aangebracht. Met de bouw van de tweede schacht, de verbindingsgalerij en de Praklegalerij werden alle onderdelen gerealiseerd die nodig zijn voor de bouw van een echte bergingsinstallatie. En hebben de onderzoekers aangetoond dat het mogelijk is om een dergelijke installatie in klei te bouwen. Om de impact van de warmte van hoog radioactief afval op de klei te bestuderen, voeren we in de Praklegalerij een grootschalig verwarmingsexperiment uit. De bedoeling daarbij is vooral om alle bestaande kennis, alle verworven kennis vanuit vorige experimenten op kleinere schaal, nu op grotere schaal te bevestigen en te verfijnen. De Praklegalerij is ongeveer 45 meter lang en ze heeft een diameter van 1,90 meter. En zoals jullie kunnen zien, wordt die galerij door een metalen structuur afgesloten. Het gedeelte achter deze structuur is ongeveer 30 meter lang. Het is uitgerust met een verwarmingssysteem en het zal gedurende 10 jaar opgewarmd worden tot een temperatuur van 80 graden aan het contact tussen de klei en de bekleding. Deze opwarming stemt overeen met de warmteproductie van hoog radioactief afval wanneer het in een berginstallatie zou ingebracht worden. De duurtijd van het experiment, de lengte van het opgewarmde deel, zijn zodanig gekozen dat het experiment representatief is voor wat er in een reële berginstallatie zou gebeuren. In natuurlijke toestand bedraagt de temperatuur van de klei op een diepte van 225 meter ongeveer 16 graden Celsius. Het verwarmingssysteem in de galerij zorgt ervoor dat de temperatuur in de klei zal stijgen. De klei op het contact met de galerij wordt gedurende 10 jaar opgewarmd tot een constante temperatuur van 80 graden Celsius. Hoe verder van de galerij, hoe langer het duurt vooraleer de klei opwarmt. Het is belangrijk om juist te weten hoe snel de warmte zich doorheen de klei zal verspreiden. Na 10 jaar wordt het verwarmingssysteem uitgeschakeld en koelt de klei langzaam opnieuw af. Met de opgedane kennis zal de temperatuurevolutie van de klei rondom de bergingsinstallatie met de nodige precisie berekend kunnen worden. Als gevolg van de opwarming van de klei zal de poriewaterdruk toenemen in de klei. En kunnen in de klei bepaalde chemische veranderingen optreden. En de onderzoekers willen zekerheid hebben dat deze veranderingen in de klei geen negatieve effecten hebben op de gunstige eigenschappen van de klei om de radioactieve stoffen ingesloten te houden. Om dit alles te onderzoeken is er een groot aantal meetinstrumenten geplaatst. Zowel in de galerij zelf, in de betonnen bekleding van de galerij, als ook in een aantal boorgaten rondom de galerij. Alle gegevens worden automatisch geregistreerd en in real-time gevisualiseerd. Op die manier kunnen de onderzoekers op ieder moment de toestand van het experiment perfect opvolgen en indien nodig bijsturen. Na 10 jaar verwarmen zal de proefopstelling ontmanteld worden om na te gaan of de opwarming een invloed heeft gehad op de galerijbekleding. Dat kan belangrijk zijn voor de terugneembaarheid van het afval.